Elke regering bepaalt zijn voorzieningen meestal aan het einde van zijn zittingsduur. In feite is het zo, vroeger hadden ministers vanaf dag 1 een auto. En na 5 jaar was hij afgeschreven, want ze gebruiken dat heel veel, er wordt veel gereden. Dus in feite was hij dan afgeschreven en dan kon je hem overkopen voor een bedragje. Omdat je dat niet geeft aan een minister die komt, een nieuwe minister, want een afgeschreven auto heeft zeker onveiligheid. Maar wat is gebeurd? Op 10 juni 2020 heeft natuurlijk de voorgaande regering ook zijn eigen regeling gemaakt. En dat is. Dus dat is de missieve van 10 juni 2020. Dat men inderdaad gaat afwijken van het gestelde die men heeft gehad in de missieve van 2015. En dat men het opkoopbedrag vaststelt voor 10% van de taxatiewaarde. En daar gaat het om. Dat is een regeringsbesluit geweest. Van de afgelopen regering? Ja, ja. Okay. Dus dit is het besluit van 10 juni 2020, dat is vorig jaar. En daar heeft u gezien dat men heeft besloten dat de overname mag gebeuren op basis van 10% van de taxatiewaarde. Dus wat is nu het probleem? Daar heb ik vaak die term gehoord. Als je een brandnieuwe auto hebt, neem bijvoorbeeld een Ford Ranger. Laat me een Ford Ranger nemen, want ik was een keer... Die zijn het meest gewild, lijkt het. Ja, ik wilde dat ding ook een keer komen, maar ik ben weggerend van die prijs. Dan moet u minister worden. Laten we nemen $50,000, maar het is veel duurder, geloof me. Laten we nemen $50,000. Ja. Zou je 10% moeten nemen ervan en 10% van $50,000 is $5,000. En $5,000 zou je het mogen kopen. Dat geldt alleen voor de ministers, de gewezen ministers. En dat is gebeurd. En de vraag is dat rechtvaardig? Is dat billig? Is dat goed bestuur dat je laatste minute brandnieuwe auto's koopt en een regeling maakt? In feite kan je het gewoon cadeau geven, zeg dat gewoon. Ja. En dit wijkt dus af van de vroegere regeringsbesluiten van 2015 en daarvoor, waarbij men iets anders hanteerde. Weet je? Mag ik u even onderbreken? Ja. U zei daarnet, elke regering bepaalt zijn eigen... Voorzieningen. Juist. Maar dan vind ik het zeer vreemd dat mensen die auto's kopen op die regeling van 2020, zeggen ik heb gebruik gemaakt van die regeling van Venetiaan. Want dat klopt niet. Nee. De basis is de regeling van Venetiaan, dat is 2010. De statusbesluit 2010 en de missieve 2015. Maar 10 juni 2020, misschien weten ze het niet, heeft de Raad van Ministers het besluit genomen. Nou, ze moeten het weten, ze zaten er zelf bij. Ja, nee, maar soms weten ze niet eens dat ze een nieuwe auto zouden krijgen. Dat ze voor 10% het mochten kopen. En het is gebeurd, want ze hebben allemaal betaald, dus iedereen weet het. De mensen weten het bliksems goed. De vraag is, hoeveel auto's mag je kopen? Dat is niet geregeld in het staatsbesluit. En het is normaal 1 alleen.